landgenoten, en welkom bij een nieuwe aflevering van Pirates Disney Infinity. We hebben vorige keer de inknop gedrukt en deze poort is nu open gegaan. En we zijn hier met Jack Sparrow om deze schat te openen en schatten te zoeken, maar ook de stukjes beenpuzzeltjes bij elkaar te rapen om de kraken te vernietigen van Davy Jones. En het leuke is dat je ook Davy Jones als karakter kan spelen, dus dat is wel heel leuk gedaan. Ik moet deze kant uit. Ik weet dat er ook heel veel piratenvijanden zitten. Dus daar moeten we expres voor uit gaan kijken. En die zitten hier. Daar komen ze al. Twee stuks. Maar deze zijn wel een voordeel. Want die kan je in één schot uitschakelen. Wat is hier allemaal blauwe spullen? Blokkeer je aanval. Dat staat echt bij elke blauwe knop. Lichaam van de kwartiermeester vrijgespeeld. Dit gaat lekker. De rode doppen staan verspreid over het hele spel. Elk level heeft die rode dopjes. En die dopjes kan je dan weer gebruiken, vrijspelen in de toybox. Toybox is dan weer een soort van... Ja, je mag je eigen wereld maken. Je moet het niet zien als Minecraft. Maar je moet het zien als losse onderdelen die je kan gebruiken. Die je hebt vrijgespeeld in de levels. Dus dat is een beetje het idee. En wie zien we daar? We zien daar... Oh, dat zijn die vervelende gasten, die schildpadjes, die zijn zo verschrikkelijk sterk. Dat wil je niet weten, joh. Maar we maken ze zo af. Kijk, ze zijn... Twee klappen zijn ze dood en een pistoolschot. En waar komen we nu uit? We komen hier bij een... Even kijken, we kunnen daar niet doorheen. Ik snap niet hoe we daar doorheen kunnen komen. Ik ben er best wel benieuwd naar. Maar daar hebben we een kanon voor nodig. En ik weet niet wie die kanonnen heeft. Nou, misschien komen we daar later achter. Maar dan kunnen we in ieder geval wel dat rode dopje pakken. Want normaal komen we daar niet doorheen. Nou, dit kunnen we ook vernietigen, die roze kip. Dat is helemaal niet goed, een roze kip voor je. Bleh, is vies. En hier komen we bij een heel groot hoofd. En het draait rond. Ja. Gebruik je gewicht. Ga op de platen staan en roteer de delen van het standbeeld tot ze op de juiste plek staan. Oké. Klinkt eigenlijk best wel logisch. Klinkt wel als een puzzel, een aankomende puzzel. Maar voordat ik daarheen ga, wil ik nog even deze rode dop pakken. En wil ik ook eventjes hier gaan springen, want daar zit nog een rode dop. Hoppakee. Het haar van de visser. Dat had ik nodig, omdat je die kale kop had natuurlijk. Ik denk dat we eerst maar hier gaan beginnen. En we hebben het gewicht nodig om die dingen op de juiste plek te zetten. Die standbeeld. Maar wanneer staat het op de juiste plek? Ik weet niet wanneer het echt een hoofd wordt. Dat ziet er wel aardig uit op zijn plek. Ik zie er echt heel weinig in. Nog geen gezicht, dat is meer aan de bovenkant. Ik ga hier eens kijken. Ja, ik ga maar verder. Want ik weet echt niet wanneer het precies op de juiste plek zit allemaal. Ik ga even daar naartoe springen. Voor mij moeten we op deze plate staan. En dan is de puzzel denk ik wel opgelost. Ja? Zo klopt die wel. Ja, ja, ja. We did it. Wow! Goed gedaan, sir! Nu kun je via het standbeeld omhoog klimmen en dat stuk van de Kraken's been pakken. Mooi zo. We hebben dus het goed gedaan met z'n allen. Goed werk, jongens. En meisjes, de meisjes die ook kijken nu. We gaan hier eens even klimmen. En we moeten hier proberen omhoog te komen. Gaat dat lukken? Nee, ik kom daar niet omhoog. We moeten dus via de andere standbeelden moeten we daar opkomen, denk ik. Maar hier blijven we alleen maar laag aan de grond. Oh, hier komen we naar boven. Mooi zo. En hoe komen we daar hogerop? Hoe komen we daar? Dus even kijken om ons heen. Want wat kunnen we gebruiken? Daar is een draad. Dan kunnen we via hier die richelrand pakken. Kijk eens. Oh, dit is gaaf gedaan. En dan komen we zo naar boven op het beeld. Ja, dit gaat goed komen. Ja, ga maar klimmen, ga maar klimmen. En we zijn er. En daar is de schat. We gaan hem openen. En wat komt eruit? Een kever? Het is in ieder geval iets goeds. Yes! Het geeft niet, maat. Het geeft niet, maat. Oh. Het eerste stuk van de been. Het atlasmes hebben we gelijk vrijgespeeld. Oké, je kan even beter komen praten met me. Gelijk weer zo negatief. Waarom zo negatief? Het lichaam van de moerasschurk en het haar van de moerasschurk hebben we vrijgespeeld. En we gaan via deze touwen... Gaan we gelijk door naar haar. En ik zie trouwens iets wat jullie, wat ik zelf nog niet zag. En dat is hier zo. Oh, niet in het water. Nee, hiernaast. Kijk, daar zit hij.
verscholen en wel. De pirateninwoner Pack 3 heb ik vrijgespeeld. En we gaan even met haar praten. Ze is hier. Je hebt het goed gedaan, kapitein. Maar je moet nog een verre reis maken. De volgende stukken vind je in de Fort St. Grand en voorbij Demon's Cape. Ha, dat is jouw bestemming. Oké, mijn bestemming is dat. Prima, nou we hebben het uitgespeeld, dit leveltje, deze missie. Er zijn meer stukken, natuurlijk zijn er meer stukken, want dat hebben ze verteld, er zijn 5 stukken. In ieder geval, er gaat iets open, een deur, en daar kunnen wij nu naartoe. Ik heb wel het gevoel dat we iets zijn vergeten hier, gewoon een voorgevoel. Ik wil eens kijken of daar iets is, want we zijn nog helemaal niet door dat stukje geweest hier. Maar aangezien de skeletjes hangen, moet hier gewoon wat meer zijn. Kijk eens, zoals ik al zei, daar zit hij op donder. Had ik hem zomaar gemist, hè, als ik daar niet ging kijken. Die rode top. Nou, ja, we gaan dus naar het volgende stuk. De zeilen van El Caluche. Caluche. Zag, heb je het schep van de Caluche? Kunnen we al in elkaar zetten? Dat geloof ik niet. En we gaan eens even dit kapot maken met onze kanonnetjes voorop. Ik weet niet hoeveel kogels ik in zo'n bootje, in zo'n klein bootje kan meesjouwen. Maar volgens mij zitten er oneindige kogels in dat kanon. Nou ja, goed, maakt mij niet uit. Prachtige omgeving, leuke fonteintjes. En we gaan door die deur die net geopend is. Ik geloof dat ik wel het hele gebied heb verkend. En anders moeten we een keer weer terugkomen. Maar ik probeer overal in te zoeken in alle gaatjes en hoekjes. En dan kom je meestal wel die dopjes tegen, die rode en groene toppen. Die zijn verspreid over het leveltje. En dit is het tweede stukje level. En misschien vinden we hier wel een nieuw gebiedstukje. Ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik mijn boot kan aanleggen. Ik weet helemaal niks. Ik zie daar wel een kade, geloof ik, in de buurt. En de pijl zegt ook dat ik richting de fontein moet gaan. Misschien moet ik wel door de fontein. Misschien zit er wel een geheimpje achter de fontein. Zullen we dat eens kijken? Of zegt hij gewoon, ga maar keihard door de fontein heen. Volgens mij zegt hij dat gewoon, hè? Zullen we het proberen? Volgens mij loopt het gewoon dood, hoor. 3, 2, 1. Nee, het loopt gewoon dood. Jammer, jammer. Ja, dat vind ik jammer. Ik vind dat toch wel bij Disney, hoor. Achter een fonteintje, zo'n mooi gebiedje. Oh, dit is het begin. We gaan terug naar ons grote schip waarschijnlijk. Ik vind het helemaal goed. Dan zien we een beetje omgeving. Omgeving. Wacht, we gaan wel even vooruit spoelen. Oh, ik dacht dat ik daarheen kon gaan. Nou goed, dan loopt het dood in ieder geval. En dan kunnen wij de boot in. En via de boot gaan we dan naar het volgende eilandje. Maar er zit nog wel een quest op het boot. En die was ik vorige keer vergeten te activeren. Dat is iemand met een uitroepteken. Die staat hier toch ergens bij, geloof ik. Bemanning, jongens. Niemand met een uitroepteken. Mooi, dan kunnen we gaan. Zijn er nog problemen? Zijn er nog vragen? Dan moet je nu stellen. Een nieuw vuurkanon. Ze vragen om een nieuw vuurkanon. Dan kunnen we trouwens nog iets kopen, want we hebben net natuurlijk die extra kanonnen gekocht, maar niet een vuurkanon. En we hebben nog 1400 punten. We kunnen nog wel iets kopen, denk ik, mocht dat er zijn. Een vuurkanon, nou laten we dat dan gelijk kopen. Dan hebben we dat ook gehad. En hier, daar komt die doos, komt eruit. Huppakee. We pakken hem uit. En daar zit in het vuurkanon, het magische vuurkanon. En zo hebben we ook de missie vrijgespeeld. En kunnen we veilig met het vuurkanon op de zee gaan. En dat is allemaal hartstikke mooi. Zijn er nog meer vragen? Even kijken. We zijn level 6 geworden. Mooi. Een nieuwe quest. Kapitein. Ik hoor dat een 3 schotskanon onze vuurkrant kan verdubbelen. De Flying Dutchman hoeft niet het enige schip met 3 schotskanonnen te zijn. Jij kunt ze ook hebben. En vecht zelf ook snel en furieus. Dat ziet er wel heel handig uit. Ik bedoel, ja, 3 schoten is altijd mis, toch? Om het zo te noemen. Nee, maar dat is wel beter natuurlijk. Als we 3 schoten hebben, kunnen we gewoon wat meer vernietigen. Alhoewel, we hebben nu natuurlijk de extra kanon al. En we hebben de vuurkanon. Ik denk dat we nu wel eventjes goed zitten. En we gewoon die munten verzamelen onderweg. We gaan nu uit de baaiers, of uit dat plek hier. En gaan we naar het
nieuwe gebied toe. Even kijken welke kant we dan ontmoeten. Ik sowieso hieruit. En dan gaan we naar het nieuwe stukje land. We hebben trouwens een nieuw... Oh, weer een uitroepteken daar. Wat is er nou weer aan de hand? Even naar hem toe hoor. Waarschijnlijk over dat nieuwe kanon. Oh, kapitein. Een paar piraten zeiden dat u wel een kopje kleiner zou maken. Ruim ze uit de weg. Wat vindt u ervan? Ik vind het helemaal goed. We gaan het doen. Zo, we nemen het roer over. En waar zijn die stinkpiraten? Ik zal even een lesje geven. Ik geloof dat ze hier rechts zijn ergens. Ik denk gewoon op de grote zee hoor. Dat we daar eens moeten gaan. En dat is hier zo. Kijk, hier komen we al bij een wat groter stuk meer. Of een rivier. Je hoort er gelijk de stoere muziek. De stoere pirates muziek. En naar links, wat kunnen we daar doen? Daar zit ook een soort van eiland helemaal daar. Een prachtig eiland trouwens. Want ik had niet verwacht dat dit zo groot zou zijn. En dus even kijken wat we daar kunnen doen. Want die piraten kunnen we eerst gaan vernietigen. We zijn trouwens bijna level 7 al. Het gaat echt wel veel sneller dan Monsters University hoor. Ik was met dat Monster Sully was ik maar level 8 of zo. Of level 9, iets in die zin. Dat is ook niet echt hoog. Gaan we hier naar rechts toe? Kunnen we daar naar rechts? Ik weet het niet. Heel erg... Ja, daar kunnen we ook naartoe daar. Er zijn dus twee baaien bij elkaar. Ik hoop niet dat we een rondje varen nu. Of is dit... Dit is voor mij geopend, dacht ik. Dit is voor mijn nieuw stukje. Nou, dat is alleen maar goed. Het wordt wel heel duister, merk ik. En de muziek houdt ook op. Oh, dit is best wel creepy sfeer, dit. Holy crap. Wordt nog eng ook. Of wordt het gewoon storm? Storm op zee. Dat wordt lastig, kapitein. We hebben een zwaarder kanon nodig. Oh, we kunnen daar niet naar binnen. Oké, prima. Een zwaarder kanon nodig? Je bent ver. In Deadman's Cove. Oh. Maar je moet alle stukken van de Kraken's been vinden als je zonder angst deze wateren wilt bevaren. Eén bevindt zich in Deadman's Cove en een ander moet worden opgeroepen uit zee bij Shipwreck Shoals. Dit is toch super lastig? Jeetje joh. Demonscape, dat klinkt al gezellig, inderdaad. Luister, mama. Het wordt tijd voor de Zeven Zeeën. En daar komen we het snelst met een nieuwe bezaansmast. Haal er eentje in de speelgoedwinkel. Oké, we krijgen een gouden ster hiervoor. Dat is alleen maar heel goed, want gouden sterren die zijn gewoon heel fijn om te hebben. Oh, wat komt er nou weer, een filmpje? De schepen laten niets van elkaar heel. Misschien kunnen ze... We ze allebei verslaan. Natuurlijk wel. Kom maar op hoor. Ik heb er wel zin in. Kom maar. Oh, die schepen joh. Schip Tientje. Links. Yeah. Kanonnen. Dat is niet volgens de code. Geef je over. Oh, die moeten we kapot maken. Ik weet niet. Wow, we gaan dood. Ik hoop het niet. Oh, ons schip zinkt. Holy crap, dat ging niet goed. En onze missie is voltooid. Dat was heel gaaf. Twee vliegen in één klap op de zee. We krijgen gewoon een flinke beloning. En daarmee kunnen we dus eigenlijk weer onze speelgoedwinkel bekijken. Of we nog iets kunnen kopen wat makkelijk is om te hebben. Want ik zie hier bijvoorbeeld een, even kijken, een drieschotskanon. Dat is misschien makkelijk, maar misschien ook deze, de voormastcel. Die moet ik sowieso ook gaan halen. Dat is belangrijk. En we gaan eens kijken welke missie, want welke missie staat geactiveerd nu. Even kijken. Ga naar deze. Op naar Shipwreck Shoals. Daar gaan we naartoe, Shipwreck Shoals. Hij is de zeilen. En daar ligt een wrak daar, dat stuk. En daar moeten we ook voor mij naartoe. Naar dat schipwrak. Daar ligt, als het goed is, dat nieuwe item. Tof. Een nieuw stuk wacht op je bij Shipwreck Shoals. Of hoe dat ook heet. Ik zie al een hele vervelend iets daar. En ik weet niet hoe we dat vermijden of we daar met ons kanon in moeten schieten. Dit is de volgende locatie, kapitein. Maar je kunt alleen overleven met de hulp van mijn voodoo-kanon. Voodoo-kanonnen. Regel er eentje en je kunt je vijanden op zee ermee vertragen. We kunnen hem halen, het voodoo kanon. Misschien is dat wel handig nu we het nodig hebben.
Dus we halen het voodoo-kanon. Dan moet ik natuurlijk even met mijn handen van het stuur af. En dan moeten we eerst even de eerste doos openen, want daar zit namelijk iets anders in. De zeilen die we hebben gehaald. Zo. Ja, en dan komt er nog een doos. En de volgende openen we ook. Huppakee. En dat is het kanon. Oh, dat moet je wel oppakken natuurlijk. Zo, is die opgepakt? Ja, kijk eens. Heb ik voodoo nodig? Vonken. Misschien moeten we daar wel mee schieten nu. Even kijken hoor. Wisselen. Gebruik. Schiet op aanvallende kraken. Red ons. Het is een schip van de doden. Ze zijn binnen bereik, kapitein. Schip van bakboord. Inkomende golf. Oh, daar zo. Huppakee. Kom maar op. Er komt er nog eentje. Huppakee. Kom maar op. Arr, dat is een groot schip. Oh, er komt nog een groot schip. Ja, dat is de verkeerde kant natuurlijk, hè? Nou even gaan draaien. Goed zo. Ja, draai maar, draai maar. Waar gaan we heen? Ja, hier zijn geen piraten, zeg maar. Hup, draaien. Huppakee. En de laatste. De laatste is daar. Oh, alsjeblieft. Yes. Dat hebben we gehaald. Hoppakee. Nou, dit ging heel goed. Meesters van de diepte, ontwaakt. Sta op uit de tombe van de zee. De krachthebben is ons streven. Help ons door ons dat stuk te geven. Wauw. Het eiland is opgetild, maar dat kan niemand lang volhouden. Ik zou me maar haasten. Nou ja, dan gaan we maar snel haasten dan. Waar moeten we heen? Je vindt een stuk van de cranebeen in het scheepsvlak. Prima. Ik ga er wel naartoe zwemmen of zo. Hoe kom ik daar dan op? Ik denk dat ik er wel eerst naartoe moet varen. Pak het roer. Zo. Kunnen we ergens onze boot aanleggen? Ik denk daar op die steiger. Gaaf gedaan, joh. En dan gaan we op dit nieuwe soort eilandje. En nu zitten we op een nieuw stuk eiland. Het ziet er wel heel tof uit. Leuk gedaan dit trouwens. Moet je kijken hoe groot ook. Super vet. En hier lopen we dus met Jack Sparrow, onze heldhaftige piraat. En weet niet of we vijanden tegenkomen. We moeten in ieder geval waarschijnlijk wel weer een puzzel op gaan lossen dadelijk. Hier konden we ook onze boot aanleggen. Merk ik nu. Voor mij heeft elk eiland twee vlakken waar je je boot aan kan leggen. Nou, die boot is helemaal kapot. Daar kunnen we niks in vinden. Ik denk dat het gaat om dit grote wrak hier waar we naartoe lopen. Tonnetjes slopen. Jeetje, dat is wel echt heel erg gedetailleerd, joh. Super gaaf gedaan. Ook een beetje creepy. Yes! Op het schip der doden. Oh, dat klinkt heel vrolijk. Ik kan dit schip nog blijven drijven. Ik kan maar beter dat stuk van Beastie Bane gaan halen en opschieten. Inderdaad. Hij zegt ook van ja, dat schip kan natuurlijk elk moment in elkaar storten waarschijnlijk. Dus daar moet ik een beetje sneller zijn met dingetjes handelen. Ik weet ook niet welke kant ik op moet, want je kan weer twee kanten uit. En dat is altijd zo vreselijk. Maar dat maakt het wel leuk. We kunnen deze kant op. Oh, wie die stomme turtle. Waar zit die? Oh, daar beneden zit die. Oh, wat verschrikkelijk. Ik moet hem eerst gaan vermoorden. Ik ga weer naar beneden toe. Ik kan niet zeggen wat een aap, want het is een schildpad. Jammer. Kijk, daar staat hij hoor. De held. De zogenaamde Davy Jones hulper. Die stomme schildpad. Schuit eens op, joh. Huppakee, vecht met mij. Arr. Zo, die dondert in het water. Die is dood. Sowieso, definitief dood. Uitgeschakeld. Vergeet het elke keer. Daar kunnen we ook naar boven toe. Oké, ik denk dat alle plekjes daarin uitkomen. 3 van de 5 schepen vrijgespeeld. Er zitten nog 2 schepen. Oh, ik hoor weer een piraat. Nou, eens kijken, waar kunnen we naartoe? Ik denk via het trappetje hier zo. Hebben we daar links nog wat? Nee. Hier zo.
Kijk eens, we zitten bovenaan. En dan kunnen we hier gaan springen. En dan komen we verder in het level. Grote jump trouwens. Leuk dat je zo dubbel kan jumpen, dat is wel heel fijn. Oh! Jammer dit. Wat een stomme gozer, joh. Hij is ook weer echt super sterk, dat beest. Wat krijg je ervan? Wil je weten hoe het afloopt? Kijk de volgende keer verder en dan gaan we het eiland verder verkennen met Jack Sparrow op het dode schip. Kijk hoe lang het dode schip nog volhoudt. Vergeet niet een like te geven als je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren. En als je vond het er... Disney Infinity! Doei doei!